We staan hier in de bakkerij van jouw vondelkoeken. Ja, klopt. Hoe is dat hele vondelkoekje hier naar Almelo gekomen? Vroeger, toen ik 15, 14 jaar was, vond ik het altijd wel interessant hoe mijn opa de koeken maakte. En op een gegeven moment heb ik de bakkersopleiding gedaan. En toen op een gegeven moment heb ik tegen mijn opa gezegd van, hey, is het niet leuk dat je jouw recept aan mij geeft? En toen zei ze van, ja, nee, en dat doe ik niet en dan hou ik liever geheim. En nou, uiteindelijk, na lang zeuren, heb ik hem toch gelukkig gekregen. Dus ja. En nu ben jij hier in Almelo aan het bakken. Ja. Want die koekjes, die vondelkoeken, wat zijn dat voor koeken? Dat zijn koeken die zijn krokant van buiten en die zijn zacht van binnen. En ja, de specialiteit is dat het vooral de zachtheid van binnen is. Dat is dat ze denken van, wat is dit nou? Maar dat is wel de specialiteit. Dat maakt het extra lekker. Ja, ja. En ja, dat recept, dat hou jij graag ook voor jezelf, hè? Ja, ja. Die koeken, die kun je ook in Almelo overal kopen? Ja, klopt. Ja, die kun je kopen bij de Plus, Hap, Zuivenhoeve, Huskus en de Steffens, de Boerderij en de Gildebakken. Dus ja, overal in Almelo zijn ze wel te koop. En ze worden gewaardeerd, heb je gemerkt? Ja, ja, zeker. Ja. Ja, wat maakt het nou, is dat niet moeilijk voor jou? Want je bent, hoorde ik net, nog maar 21. Ja, klopt. Om al zo'n heel bedrijf te runnen. Lukt dat? Zonder mijn vader en moeder zou het niet lukken. Maar ja, het is wel lastig, ja, soms. Zeker, ja. Ja, ja. Maar met hun hulp dan lukt dat ook? Ja, zeker, zeker. Goed. En jouw koeken, die gaan die ook naar het buitenland? Of, ja, we hebben wel een x-aantal adressen in het buitenland. En ja, die gaan dan ook naar het buitenland. Dus dan is het ook wel echt belangrijk dat we weten van, nou, vanaf Nederland naar België of waar dan ook, dan is het wel belangrijk dat je weet hoe lang het duurt voordat je de koeken daar hebt. Want onze koeken, die kun je, ja, als ze afgekoeld zijn, kun je ze 5 tot 10 dagen behouden en daarna worden ze steeds harder van de binnenkant. Dus het is wel, als je die kwaliteit wil behouden, dan moet je er wel even wat op bedenken. Dan moet je een beetje dooreten. Ja, dat kan ook. Ja. Ja. En met hoeveel mensen werken jullie hier? Wij werken nu op dit moment met 3 personen. Ja. En dan ben je er echt elke dag mee bezig? Ja, van maandag tot en met vrijdag. Hoeveel koeken worden er dagelijks gemaakt hier? Zoals vandaag maken wij 4 recepten en uit een recept komen er 128 uit. Dus dat is een leuk rekensommetje, 128 keer 4. Oké, okay, dus ruim 500 koeken. Ja, zoiets, ja. Ja, hier wil je mee door blijven gaan? Ja, zeker, ja. En heb je in de toekomst nog plannen om er nog wat andere dingen bij te gaan doen? Of zeg je, hier kan ik zo goed mee verder, dit blijf ik voorlopig doen? Dit blijf ik voor altijd doen. Ik ga er niks bij. Ik ga geen gebak erbij doen of brood of andere soort koeken zoals spuitkoek, dat heb je ook. Nee, dat vind ik wel leuk, maar dan niet hier. Nee, nee. Maar dat geheim van opa, dat bewaar je voor altijd? Ja, ja, zeker. Daar succes ervan. Komt niemand achter. Succes verder ermee. Dankjewel. Vondelkoeken, donders lekker.